Hey YouTube, mijn naam is Niels en vandaag ga ik jullie leren hoe je games maakt in Unity. Wel, de basics in ieder geval. We gaan niet de shit die je hier op de achtergrond ziet maken, want dat, well, dat kan ik zelf ook niet. Um, ja, zoals jullie misschien wel weten, doe ik een opleiding Game Development. Um, dat betekent dat ik games maak. Niet de hele dag. Um, wel vaak. Wel vaak, dat wel. Um, dus ja, ik ga jullie de basics leren van hoe je een top-down shooter maakt. Um, we gaan sommige dingen een beetje op de slechtere manier doen. Maar dat zijn, om die goed te doen, moet je de geavanceerdere methode weten. Dus we gaan gewoon, om een heel spel te kunnen maken, soms een klein beetje vals spelen. Maar voor het grootste gedeelte ga ik jullie de basics uitleggen. En die op een manier proberen uit te leggen, dat jullie die ook makkelijk voor andere dingen zouden kunnen gebruiken. Want, you know, misschien denk je, ah oh, Niels, maar Sebastian, of hoe je zijn achternaam ook uitspreekt. Heeft ook al een top-down shooter tutorial gemaakt. Ja, maar het zijn tutorials en gaan best wel diep op dingen in, best wel veel detail, of, nou, best wel veel, best wel diep op dingen in, maar ze zijn, ze doen, hij doet best wel veel extra's erbij. En wij gaan hier gewoon voor de basics om jou te leren programmeren. Wel, basically, het, het zou vanaf scratch kunnen. Het, is aan, het wordt aangeraden, moet ik zeggen, dat je wel al basics in C Sharp kan. Uh, we gaan het namelijk in C Sharp doen, niet in JavaScript. Uh, gaan we gewoon niet aan beginnen. Kan ook in Unity, maar gaan we niet doen. Um, en het enige wat je nodig hebt om deze tutorial te volgen zijn gratis programma's. Uh, dus eerst wat je moet doen is naar Unity 3D.com, zoals hier staat. Uh, dan druk je op Get Unity 5. De link staat trouwens ook gewoon in de beschrijving, natuurlijk. Uh, dan gaat u naar free download. Want ja, 75 euro per maand. Nee, zeg maar. Uh, dan klik je hier mooi op download installer. Uh, en ik ga die even downloaden. Dat duurt toch even. Uh, dan moeten we even op wachten hoor. Nou oh, ja, mijn. Chrome, wel heb ik ingesteld dat hij vraagt waar je dingen moet opslaan. En dat duurt lang. Om de een of andere reden. Goed, we willen dat even in mijn geval map dumpen. Oh, daar staat hij al standaard op. Helemaal mooi. Uh, ja, go. Oké, okay, dan gaat hij hem even downloaden. Dat, en dat is snel genoeg klaar. Want het is alleen de Download Assistant. Het programma zelf duurt langer, geloof me. Uh, we drukken even op yes als hij vraagt of hij dingen mag aanpassen. We gaan even door naar next. Wij gaan zeker akkoord, dank u zeer. Uh, hier moet je even opletten, uh, er zijn hier wat dingetjes. Uh, tegenwoordig is in Unity anders hoe je dingen installeert. Je moet selecteren welke build support je wil. Dus als wij bijvoorbeeld voor Windows willen builden, dan moeten we deze aangevinkt hebben. Willen wij voor Android games kunnen maken, dan moeten we deze hebben en al dat soort dingen. Of uh, als het goed is, zou hier ook Microsoft Visual Studio 2015 tussen staan. De uh, community editie. Die staat er voor mij niet bij. Uh, omdat ik die al geïnstalleerd heb staan. Um, maar goed, die moet je ook aanvinken. Dat, dat hoeft niet per se. Maar dat is het programma dat ik het fijnst vind om mee te programmeren. Um, Unity heeft standaard programma genaamd Monodevelop, is nou ja, naar mijn indruk lijkt niemand daar echt fan van te zijn, buiten Sebastian Lecure, die zie ik het gebruiken in zijn video's, maar verder eigenlijk nooit iemand, dus doe jezelf een lol, Visual Studio 2015 Community is gewoon gratis, installeer die um, en klik daarna op next en volg al de installatiestappen en zodra je dat hebt gedaan, kom dan terug bij deze video, want ik heb natuurlijk al geïnstalleerd, dus we gaan hem gewoon meteen starten. Uh, ja, ik weet het heel zeker dat ik hem wil stoppen uh, Dan gaan we Unity openen In mijn geval staat hij hier gewoon Anders, ja yeah. Ik mag hopen dat je weet hoe je programma's moet openen Anders dan gaat programmeren een probleem worden, denk ik zo Dus we openen gewoon even Unity Het duurt even voordat hij geladen is Ah, there we go Hij, hij doet het eindelijk God, dat duurde nog best wel heel even uh, je, Jullie zullen niet meteen dit scherm zien Hij zal om een inlogscherm vragen uh, Je kan ervoor kiezen om een Unity account te maken Je kan er ook voor kiezen om offline te werken als ik het goed heb uh, kan allebei, maakt niet zoveel uit nu Doe wat je wil, I guess uh, Daarna kom je, als het goed is, als je dat gedaan hebt Bij dit scherm En uh, daar klik je dan vervolgens opnieuw Want we gaan natuurlijk een nieuw project maken uh, Jullie lijstjes zal niet zo vol staan, dit is gewoon Zooi waar ik aan heb gewerkt, zeg maar uh, Dus we gaan naar nieuw Dan gaat hij weer even wachten Dan gaat hij vragen om een nieuw Unity project uh, Wij noemen deze even gewoon In mijn geval top-down shooter Mag, hoe je het zelf wil uh, Dan daaronder waar je hem wil opslaan in mijn geval in mijn Gitmap. Uh, Git is een manier om bestanden op te slaan en online te synchroniseren en dat soort dingen. Dat gebruik ik altijd voor mijn games. Dat ga ik nu niet uitleggen. Kan misschien een keer. Niet nu. het uh, gewoon op waar je het nodig hebt. Whatever. En dan kan je het op dezelfde computer er altijd bij. Uh, vervolgens, ondanks dat het een top-down shooter is, gaan we wel voor 3D. Want ik vind dat 3D-effect best wel cool uh, voor een top-down shooter. Gaat misschien wat lastiger worden. Maar ik denk dat we er wel uitkomen. Uh, ja, ja, dat komt helemaal goed, dat weet ik vrij zeker. Uh, dan drukken we op Create Project. En dan ga ik jullie laten zien wat we vandaag in Unity gaan doen. Uh, het gaan dus echt de basics zijn. Ik ga jullie laten zien hoe je je scene opzet. En wij gaan de speler laten bewegen met WASD of nou ja, welke knop je wil. Uh, controller werkt even makkelijk trouwens. Uh, dus als jij je spel wil laten spelen met een controller, dan kan dat absoluut ook. En dat zal ik niet compleet gaan uitleggen. Dat zal je zelf wat uitvogelwerk moeten doen. Um, maar je, daar zou je uit moeten komen als je de rest kan volgen als het goed is. Right, dus dit is Unity. Uh, in mijn geval staan hier allemaal cijfers, dat is Shadowplay. Um, Shadowplay doet dat graag. En ik moet Shadowplay wel aan hebben staan nu omdat ik ermee aan het opnemen ben. Uh, dus negeer dat. En dan heb je je basic scene. Met middelmouse button kan je, als je hier klikt, kan je hem bewegen. Met rechtermuisknop kan je hem draaien. En met linkermuisknop kan je dingen selecteren. Right. Uh, hierboven heb je al die knoppen nog een keer. Inclusief scaling. Waarvan ik. Volgens mij zit die niet op de. Nee, scaling zit niet standaard op de muis. Uh, ingesteld. Oké, okay, dus wat hebben we hier tot nu toe in deze scène? Nou ja. Eigenlijk niks. We hebben een lichtje. En we hebben een camera. De camera bepaalt natuurlijk. Wat we allemaal gaan zien in het spel. En hoe dat eruit gaat. Ja. Gewoon wat we zien. Uh, zie je het letterlijk gewoon als een filmcamera? Alles wat binnen de camera valt, uh, gaat de speler kunnen zien. En de camera kan bestuurd worden. Uh, dat moet je dan allemaal programmeren. Maar daar gaan we straks bij komen. Uh, als eerst gaan wij een plane maken. Of we moeten even kijken. Uh, de camera kijkt nu naar voren. En wij willen een top-down shooter maken. Dus we willen eigenlijk dat de camera naar beneden wijst. Het is een beetje moeilijk te zien nu, want het is natuurlijk allemaal redelijk relatief. Maar geloof me. Je gaat het fijner vinden straks met het nadenken als je deze alvast 90 graden draait. Dus ik heb hier op de camera geklikt en dan zie je hier zijn transform, dat is dus zijn positie in de wereld. Uh, dan hieronder zijn rotatie en zijn schaal. Zijn schaal doet helemaal niks voor de camera. Uh, dat zou alleen werken als het een echt object was. Uh, dus als het goed is, als we dan op de i90, dat is niet 90, 90 invullen. Dan draait hij compleet de verkeerde kant op, want ik ben heel slecht met rotaties. Rotaties zijn mijn absoluut zwakste punt, dat geef ik eerlijk toe. Kijk, nou heb ik hem weer verkeerd Is het de X-as? Het was de X-as. We hebben hem gevonden, jongens. Oké, okay, dus nu kijkt de camera naar beneden. Dat is precies wat we willen. Uh, dan gaan we. Hier staat hij z op min 10. Dan gaan we even op de I as 10 van maken, zodat hij wat hoger staat. Dat is niet 19. En deze zetten we even op 0 uh, voor makkelijke positie. Daarna doe ik ctrl-s om hem op te slaan. Um, dan noemen we hem voor nu gewoon even scene, want dit is onze scène. Uh, zo heet dat in Unity, een level basically. En uh, dan druk ik op save. En dan heeft hij hem opgeslagen en dan kunnen we hem later openen. Dat is wel handig om te weten, als jij je Unity opnieuw opstart, dan kan het wel eens zijn dat je scène niet geladen is. Gewoon even dubbelklik op je scène en dan heb je al je objecten weer terug. kan een beetje beangstigend zijn van, oh mijn god, waar is alles wat ik gemaakt heb? Hierin, gewoon, gewoon hierop klikken en er is niks aan de hand. Oké, okay, en dan gaan we nu een plane maken. Dat is basically gewoon een vlak uh, waar een speler op kan rondrennen. Dan ga je hierboven naar GameObject. Uh, ik moet even opletten dat ik niet te snel ga. Ik, ik merk dat dit is heel normaal voor mij allemaal. Maar ik leg natuurlijk de basics uit. Dus als ik te snel ga, kun je me dat daar beneden in de reacties laten weten. Dan zal ik toelichten op alles wat jullie willen. Uh, maar we gaan dus hier naar boven naar GameObject. 3D-object. En dan kiezen wij voor plane. Plane is basically dus gewoon een plat vlak. Uh, we kijken even. Als we op de camera hier zo klikken, dan kunnen we zien hieronder wat de camera kan zien. Uh, we willen dat dit, dit hierop gaan we ons hele level bouwen. Dus we willen dat dit ons hele level in beslag neemt. We zetten hem als eerst even hier allemaal op 0,00. 0, 0, zodat hij in het midden staat. Uh, daar staat hij dan. En dan zetten we de scale voor nu gewoon even 10. Niet op de i 10. Als we hem op de IJas doen, dan zou hij ook in de diepte gaan. Maar dat kan weer niet. Want het is een plek, mijn god. Hij is heel wit. Uh, <laughs> Beetje pijn omhoog. Ik heb al hoofdpijn gehad de hele dag. Uh, maar <laughs> we'll just bear through it, I guess. Um, ik zal zo wel uitleggen hoe je dingen kleurtjes geeft. Dan gaan we een speler maken. Uh, dan gaan we dus weer terug naar GameObject. En dan zeggen we weer 3D-Object. En voor nu gaat het een cube zijn. We gaan niet mooie dingen maken uh, hier. Oh, uh, we zitten, onder... ja, zitten nu onder de plane. Uh, want hij heeft hem weer op een random positie neergezet. Dus we gaan weer 0, 0, 0 zeggen. En zoals je kan zien zit hij dan half in de grond. Dus wij gaan hem eventjes eentje. Nee. Oh, niet dit weer. We gaan hem 0.5 hoger zetten. En dan staat hij als het goed is precies op de grond. Uh, ja, hij staat precies op de grond nu. Dat is hartstikke mooi. Uh, exact wat we willen. En dan gaan we hierboven, waar nu Cube staat, kunnen we hem een naam geven. En dan zeggen we Player. Want dat is gewoon 10 keer makkelijker voor ons. En vergeet ook niet uh, tussendoor met Ctrl-S je Scene op te slaan. Gaat je redden. Want het programma gaat een keer crashen. Dat kan ik je garanderen. Dat gebeurt gewoon. Uh, als je aan het programmeren bent. Dat, dat is gewoon een deel ervan. Moet je mee leren leven. Uh, en yeah. ja. Gewoon 7. Uh, goed. Dan gaan we vervolgens hieronder. In, uh, waar nu Assets staat. Doen we rechtermuisknop, Doen we create. Folder. En dan noemen we nu deze even materials. Uh, materials zijn zeg maar. Ja, vrij letterlijk. Materialen. Het is het materiaal waarvan het object gemaakt is. Uh, dan gaan we even in de materials map. Doen we weer rechtermuisknop, Doen we create. En dan zou je ergens. Nou staat hier material. Uh, deze noem ik even Player mod omdat dit het materiaal van de speler is. Uh, nou, materials zijn niet echt mijn ding. Uh, ik ben zelf een developer. Uh, en je hebt ook. De uh, andere opleiding op mijn school is, is Game Artist. Uh, dat is dus vormgeving en zo van de games. En die weten hier veel meer vanaf. Ik absoluut niet. Wat ik wel kan, is het gewoon even simpelweg een kleurtje geven. En dan ga je dus hier naar je albedo. Uh, als je de material geselecteerd hebt. En dan klik je hier gewoon op het kleurtje en dan stel je hem een mooi kleurtje in. Ja, dat, dat kan ik nog. Uh, het is onze speler, dus laten we hem lekker groen maken, want clichés. Uh, Oké, okay. easy enough. En dan pakken we vervolgens hier, dan klikken we en slepen we hem um, op de speler. En tada, onze speler is groen. Zo makkelijk was het. Tada, game af. Groene speler, easy. Right, nog niet echt, want we kunnen er nog niks mee doen. Maar goed. Uh, laten we ook even een materiaal voor de vloer maken, want die doet ook echt pijn aan mijn ogen. Dus we doen weer create material in je materials map. Die noemen we floor mat. Want, you know, dat wordt natuurlijk de vloer. Uh, gaan we voor kleur? Ik denk gewoon iets grazigs. We gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet. Uh, nou, dat ziet er lelijk uit. Um, je kan hem gewoon hier aanpassen. En dan, you know, dan gaat hij live mee als je maar in het mapje doet. Uh, wat zou een mooie vloer zijn. Ja, ja, jongens. Ik, ik ben hier dus slecht in, zoals ik al eerder zei. I don't know. Niet wit. Whatever. Ik vind het goed genoeg. Uh, je kan hier ook, heb je sliders, hoe metalig het object is. En de smoothness. Dus hoe... Kijk, als, uh, je kan hier heel goed zien hoe smoother een object is. Dus hoe ronder, hoe perfecter gevormd. Hoe meer weerspiegeling je erin ziet. Uh, het, het probeert gewoon het echte leven te simuleren, basically. De smoothness hoeven we helemaal niet voor een vloer, want dat is raar. En metallic misschien juist wel een beetje. Dat, dat het super metalig is. Want het is een vloer, dat kan nou wel. Dus gaan ietsjes lichter zetten. En zo. Even kijken hoe dat er vanuit onze camera uitziet. Dan heb je dus zoiets. Uh, we kunnen ook naar game. En daar kunnen we zien hoe het vanuit onze camera ook uitziet. Dat staat dus hierboven. Zelfde effect. En dat is het. Ik wil 3D doen, omdat je nu leuk ook die schaduwen hebt en zo, omdat dat allemaal 3D werkt. Unity heeft standaard, hartstikke leuke lighting. Gaan we nu niet echt meewerken, denk ik. Of helemaal niet, ik denk helemaal niet. Um, maar het is er. En het werkt standaard gewoon redelijk goed. Goed, dan gaan we weer terug naar ons assets-mapje hier links. doen we weer rechtermuisknop. En dan zeggen we nog een folder. Dan noemen we deze scripts. Hier gaan al onze scripts in. En dan maken wij een script aan, genaamd. Uh, C-script trouwens, dat is belangrijk. En die noemen we player. Nou, deze moet je nog niet openen, want waarschijnlijk staat je Unity nu nog verkeerd ingesteld. Uh, en om dat te fixen. Oh god, ik heb hier niet over nagedacht. Deze gaan we even moeten zoeken. Uh, edit. En dan Preferences, dat is hem, ja. En dan ga je naar External Tools. En dan selecteer je hier. Voor jullie zal die Mono Develop staan. Ik heb nog een oude versie van Visual Studio geïnstalleerd staan. Uh, maar dan ga je naar Visual Studio 2015. Uh, voor iedereen die zich zorgen maakt waarom dit waarschijnlijk bij jullie leeg is. Komt alleen maar omdat ik Android apps heb gemaakt. En daar moet je dit allemaal voor hebben. Ik weet eigenlijk niet. Misschien dat dat standaard niet leeg is. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dan heb je hem nu ingesteld staan dat hij met Visual Studio 2015 opent. Dan zou je dat als het goed is automatisch moeten doen. Uh, zo niet, dan kan je hem voor nu gewoon weer terugzetten op Mono Develop en hem daarmee openen um, en laat dan een reactie achter. En dan zou ik dat proberen op te lossen voor jullie en jullie mij te helpen. En dan gaan we nu even wachten op Visual Studio, want dat duurt lang. Alright, we zijn eindelijk in Visual Studio. Dat duurde even. Um, voor mij, want ik had blijkbaar de Visual Studio Tools nog niet geïnstalleerd. Die hebben jullie als het goed is wel standaard uh, bij de Unity installer gekregen. Zo dus niet. Google dan gewoon Unity Visual Studio Tools, installeer die. En dan zou die daarna wel prima moeten doen. Um, waarschijnlijk zien jullie al meteen dat mijn Unity er iets anders uitziet dan die van jullie. Uh, dat komt omdat ik een ander thema heb ingesteld en nog wat andere dingen. Uh, om dat te doen kun je hierboven naar Tools. Dan ga je naar Options. En dan in Environment staat standaard. Uh, je color team staat nu, die van mij staat op light Je hebt blue en dark Blue is dat lelijke dat je standaard hebt Ik snap niet waarom dat mensen dat leuk vinden Maar er zijn die mensen Dus I don't know, whatever uh, Dan vervolgens is het ook handig als je onder text editor Naar all languages gaat En dan hier line numbers aanvinkt Dan heb je dus gewoon regelnummers hier zo En ja, dat is op zich best wel handig En als laatste om je Visual Studio eindelijk bruikbaar te maken uh, Is het handig om hierboven naar view te gaan Dan error list te klikken uh, dan heb je onder een lijst met errors. Dat scheelt gewoon. Dan kan je zien waar de errors zijn. En een handige truc om te weten is dat als je op Ctrl-K-D drukt, dat die alles netjes spaced. Want Unity start die dingen heel raar. Oké, okay, nu zijn we begonnen met programmeren. Een soort van. Uh, ik ga jullie eerst uitleggen wat deze functies hier doen, die hij al standaard heeft gemaakt. Uh, void start wordt aangeroepen als jij. Um het object, zeg maar, als, als dat gestart wordt. In dit geval bestaat het object al meteen. Uh, we maken hem niet aan in het spel of zo. De start wordt eigenlijk meteen gedaan zodra het spel wordt opgestart, nu. Dus alles wat ik hierin zou typen zou dan gebeuren. Update daarentegen gebeurt elke frame. Dus elke keer dat spel update, daarom heet update, uh, doet hij wat hierin staat. En dat is allebei superhandig. Er zijn er nog een paar meer van dit soort functies van Unity. Uh, maar daar komen we misschien een andere keer bij, uh, ja, gewoon dat. Uh, nu gaan we nog geen regelcode typen, nog niet, spijt me, we zijn er bijna. We moeten nog heel even terug naar Unity. Uh, dan ga ik jullie nu de input manager laten zien. Dat is waarmee we al de knoppen handelen waar je op drukt. Uh, dan gaan we naar file, niet naar file, we gaan naar edit, sorry. Dan gaan we naar project settings en dan gaan we naar input. Uh, en dan komt hier rechts, komt input manager staan. Dan vind je Access aan en dan heb je al deze dingen. Er staat al standaard zijn een hoop ingesteld. En eigenlijk is dat al best wel goed. Dus we gaan voor nu gaan we dat standaard laten. Uh, maar ik ga jullie wel even laten zien hoe je dat kan aanpassen als je dat graag wil. Uh, dan hebben we horizontal. Uh, dus dit zou dan je horizontale as zijn. ja Daarom heet hij ook horizontaal. Uh, hij staat al ingesteld omdat het zowel links en rechts als A en D is. Uh, daarnaast heb je ook nog een horizontal hieronder. En die staat standaard al ingesteld omdat hij met een joystick werkt. De linker stick is dat. Dus wat wij dan nou zo meteen gaan doen in code is zowel de horizontale als de verticale as pakken. En die gaan we dan gewoon in. Die, die, die pakken we, hoeveel dat is, zeg maar, hoe ver die wordt ingedrukt. In geval van de toetsen is dat gewoon altijd 1, omdat die volledig wordt ingedrukt. En in geval van controller is het ergens tussen 0 en 1, afhankelijk van hoe ver je de stick naar een kant doet. Uh, dus die gaan we pakken en dan daarmee voegen we de snelheid toe aan de speler. Oké, okay, dus dan gaan we weer terug naar uh, top-down shooter. Dan gaan wij hier als eerst een variabele aanmaken. Wij zeggen float horizontal is input.getAxis. En dan noemen we deze tussen aanhalingstekens horizontal. En dan een punt komma erachter, want dat is hoe je programmeert. Right, wat we nu hebben gedaan. We hebben een float aangemaakt, dat is een bepaald soort variabele. Variables, zoals ik in mijn making tutorial heb uitgelegd... ...voor degenen van jullie die dat hebben gezien... ...is basically een soort doosje waarvan alles in kan. Uh, alleen nu moeten we specificeren wat voor doos het is. Is het een verhuisdoos? Is het een schoenendoos? En dan mogen alleen dat soort specifieke dingen erin. In dit geval is het een float. Dat betekent dat het een getal is dat tot heel, heel, heel ver... ...achter de komma kan gaan. En het is een as. En omdat die tussen 0 en 1 kan zijn... ...betekent dat dat, dat eigenlijk best wel handig is, want... Um, dan kan je veel preciezer zijn. Dus daarom pakken we de as en stoppen we die in een float. Dan maken we daarna nog een float. Uh, die noemen we vertical. En die is dan de input.getAxis. Vertical. Met kleine letters, want dat is ook hoe ze in de input manager staan. Uh, dus die namen die komen overeen. Omdat het hier. Oh, tegen. <klaars> Ik zeg met kleine letters. Volgens mij deze is deze vroeger altijd met kleine letters. Oh, oh, oh. Uh, Oké. Okay. Tegenwoordig is het met hoofdletters, dus waar, dan gaan we het hier ook met hoofdletters typen, anders gaat hij niet werken. Uh, dus dan doen we dat even zo, helemaal mooi. Dus dan hebben we nu de horizontale en de verticale as opgeslagen in deze twee doosjes. En dat doet hij elke frame. Dus elke frame opnieuw pakt hij hoeveel jij op horizontaal en hoeveel jij verticaal doet. Dan vervolgens doen we even een paar enters. Dan zeggen we transform.position, dus dat is de spelerspositie, plus is. Een nieuwe vector 3. Een uh, vector 3 is. Basically een. een, een drie-dimensionale coördinaat. Uh, dus wij voegen een. drie-dimensionale coördinaat. We zijn natuurlijk in 3D aan het werken. Uh, de i-as gaan we in dit geval niet gebruiken. Uh, maar het kan wel. Uh, je kan natuurlijk ook gewoon op de i-as toevoegen. En zo verspringen bijvoorbeeld. Maar dan zeggen we uh, voor de eerste in de vector 3. Dan wil die graag de x weten. Dan zeggen we horizontal. Dat is dus. De horizontale as die we net hebben opgeslagen. Voor de i-as zeggen we 0, want we willen dat hij nergens heen gaat op de i-as. En voor de z-as zeggen we vertical. En dan doen we weer een punt erachter. En nu zou je denken, oh, dat werkt wel. Het, dit werkt, uh, dat kan ik je laten zien. Het gaat een beetje raar doen. Waarschijnlijk gaat hij heel hard, denk ik. Hij moet nu de eerste keer bouwen. Als je hier bovenop play drukt, dan start je spel. En doet, hij doet het niet. En ik kan jullie ook heel goed uitleggen waarom. Dit is een fout die ik altijd maak. Uh, jullie waarschijnlijk ook. Dat ga je moeten leren. Als je een script hebt gemaakt, sleep hem dan op je object. Dus nu heeft het player object, heeft het player script. Dus de player doet nu alles wat het player script doet, zeg maar. Dus dan drukken we weer op play nu het script erop zit. Ach, die fout maak ik altijd. En we drukken op pijltje naar voren. Kijk, en nu beweegt hij met WASD, pijltjes toetsen en een controller. Controller heb ik momenteel niet in zitten, maar zou het ook gewoon mee werken. Beweegt hij. Alleen, uh, wat jullie misschien merken, is dat hij nu beweegt afhankelijk van je framerate. Want nu doet hij het elke frame. En een framerate, als je hier op stats drukt, dan kan je zien... Uh, waar staat hij? Hier staat je framerate, bij de fps is dat. Uh, die verschilt steeds. Uh, dus dat betekent dat als ik 75 fps heb, vergeleken met 60 fps... Ga ik als ik met 75 fps... Heb, ga ik sneller, omdat hij dan 75 keer per seconde doet. Waartegenover normaal, als ik het uh, op 60 fps doe, dan doet hij maar 60 keer per seconde. Uh, daarvoor heeft Unity een hartstikke goede oplossing. Uh, de meeste game engines doen het trouwens volgens mij op deze manier. Behalve Game Maker, Game -maker is raar. Kan ook volgens mij in Game Maker, maar is weird. Dus je zegt, de nieuwe vector 3 doe je keer, dat uh, wordt aangegeven met een sterretje in programmeertaal: Time.deltaTime. time. .delta -time. De time, time is zeg maar de tijd die verstreken is sinds de vorige frame. Dus als jij minder frames hebt, dan ga je alsnog even ver. Want dan zal de tijd tussen de vorige frame groter zijn dan iemand met meer frames. En op die manier zal je altijd even snel gaan afhankelijk van je frame rate. Of onafhankelijk van je frame rate, mijn excuses. Uh, en dat is natuurlijk tien keer chillen. Je zal nu wel zien dat hij nu een heel stuk trager zal gaan, want het is een absolute milliseconde. Ja, kijk, nu gaat hij super traag. Dus wat we nu gaan doen is een variabele aanmaken die zijn snelheid bepaalt. Uh, waarmee die kan bewegen. Dus gaan we even terug. Dan gaan we hier naar boven. En dan doen we zo'n vierkant haakje openen. En dan zeggen we serialize field. Uh, nu komen we bij een van de coole Unity dingen. Dan doen we een enter. En dan zeggen we float lage streep speed. Die lage streep staat ervoor om aan te geven. Dat, dat kan je zelf bepalen hoe je dat wilt doen. Uh, dat is de code convention. Uh, maar die is er om aan te geven dat deze buiten al die functies bestaat. Want een andere functie zal nu niet bij horizontal kunnen, omdat die, alleen, omdat die in de update wordt aangemaakt. Uh, een functie is dus iets zoals void update en void start. En we kunnen zelf nog meer functies aanmaken die allemaal dingen doen, maar daar komen we later bij. Uh, maar goed, de start zou nu dus bijvoorbeeld niet bij horizontal kunnen. Terwijl als ik hier een variabele aanmaak, dan kan zowel start als update erbij. En dat is handig, want het kan later zijn dat we nog andere functies hebben die graag bij onze speed willen. Ook is het netter. Want zoals jullie nu kunnen zien met die serialized field hierboven. Betekent dat dat die zichtbaar wordt in de Unity editor. Dus als we terug gaan naar Unity. En we kijken naar onze player. Uh, dan moet hij hem even herladen, En dan staat hier nu speed. Dan kunnen we hier gewoon onze speed instellen. Bijvoorbeeld dan zeggen we speed is 5. Top. Dan staat speed nu op 5. En dan gaan we terug naar Unity. En waar we een, uh, de transform.position toevoegen, zeggen we aan het einde na het keer time, time, Zeggen we ook nog eens keer speed. Dus dan doen we eigenlijk gewoon alles wat wordt toegevoegd keer 5. Dus gaat hij 5 keer zo snel als hij daarvoor zou gaan. En dan klikken we op Play in Unity. Dan gaat hij hem even bouwen. En nu gaan we 5 keer zo snel als daarvoor. En wat het leuke is aan Unity is dat ik nu on the fly uh, dit kan aanpassen. Dus stel ik wil even gewoon experimenteren met wat, wat een goede snelheid is, dan kan ik dit gewoon hier aanpassen. Je kan hier zo klikken en dan naar links en naar rechts slepen en dan past hij hem gewoon meteen aan. Dus ik kan hem op, you know. 42 zetten en dan gaat hij super snel. Of ik kan hem juist. Op een mingetal zullen we hem niet zetten. Want dan gaan al je inputs omgedraaid zijn, natuurlijk omdat je snelheid in de min is. Uh, en nu gaat hij super traag. Uh, waar je wel op moet letten dan, is zodra je op de uitknop drukt, gaat dit gereset zijn. Uh, dus als je dit wil bewaren, kopieer het dan even en plak het. Unity was bezig met een functie dat dit opgeslagen zou moeten kunnen worden, maar dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Uh, en pas hier ook heel erg mee op. Uh, het is iedereen wel eens gebeurd dat je variabelen zat aan te passen terwijl je nog in play mode zat. Toen realiseerde je, het, toen drukte je op uit en toen dacht je, oh shit, daar zijn al mijn variabelen weer weg. Uh, dat, dat is standaard. Dus kopiëren dan en plakken daarna weer hier opnieuw. En dan staat hij goed ingesteld. En dat is het nu voor deze tutorial. Ik hoop dat jullie. Het, sorry, mijn kill is nu super droog na deze tutorial. Dus het is echt het einde. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. Uh, laat me weten wat jullie voor de volgende video's willen zien. Wat jullie graag willen dat ik behandel voor de basics. Uh, ik zit te denken aan de volgende keer dat we muren gaan toevoegen en zo. Dat we ons level gaan inrichten. En dat wij de, uh, de, 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 het object zeg maar, naar de muis toe laten roteren. En dan komen we daarna ergens bij het schieten. Ik weet niet of het allemaal dezelfde video gaat zijn. Dat gaan we moeten zien. Uh, maar in ieder geval, tot de volgende keer Bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie wat geleerd hebben Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je meer wilt zien Op het duimpje omhoog te drukken als je dit soort tutorials leuk vindt En tot de volgende keer Peace